Wil je nog een trucje zien? Ja! Met Duco. Onze meester grapjas. Ja, zullen we niet eventjes een trucje meedoen? Dat is wel leuk. Applausje voor Duco, maar gaat het maar zo staan hoor, dan moet je wel durven natuurlijk, hè. Het is bijna afgelopen, heel even jongens en meisjes, we doen eerst even een reclameboodschap. Tiedelidie, we hebben folders. Ja, wel, we hebben folders. En op een folder staat een heel leuk jongetje met een Chinees bordje. En dat is voor alle circusdagen met kinderen, maar ook op de basisschool, bij de voetbalvereniging. Ja, ik kan zo gek niet bedenken, kan. Maar wat zeker zo leuk is, is die andere folder. Er staat een wat groter jongetje met een Chinees bordje. En dan heet het opeens een bedrijfsuitje of teambuilding. Dat is echt gaaf. Dat moet je echt een keer gedaan hebben. En die volgende keer ophalen met John. Wanneer je ouder bent, dan 18 jaar. Ja, en heb ik nog goed en slecht nieuws voor de jongens en meisjes. Wat willen jullie het eerst horen? Slecht nieuws. Slecht? Ja. En eindigen met goed. Ja. En dat vind ik een goed idee. Het slechte nieuws is dat jullie straks weer allemaal in de groepjes, zoals jullie vanochtend hebben rondgelopen, bij elkaar moeten komen. En dan beginnen, naar de plek gaan waar jouw tas ligt en jouw groepsbegeleider ook staat, hopelijk. En dat is nog niet het slechte nieuws. Want dan aangekomen bij die plek, moet je al onze verkleedkleren weer inleveren. Ja, maar het goede nieuws is dat als je dat netjes gedaan hebt, dat je dan nog een lekkere verrassing krijgt. En ik heb nog beter nieuws. De smiek mag je houden. Do that.